Deze keer behandelt de raad hoe ze met de stad gaan samenwerken. Sigrid gaat voor ons op pad om uit te zoeken hoe dat vanavond is afgelopen. Hoe is het voor u verlopen, deze vergadering? Nou ja, het ging over het onderwerp samenwerking met burgers, gemeente en gemeenteraad. Hoe je dat op een goede manier moet doen. We hebben gewoon om te beginnen informatie gekregen, algemene informatie. En wat ik wel mooi vond aan het einde, kwam er toch een mooi slotstuk. Waarbij de vraag eigenlijk was, hoe gaan we dat nu doen? Er zijn een heleboel ideeën. Zowel vanuit de burgers als vanuit de raad. En die moeten samen vallen. En er moeten afspraken gemaakt worden hoe we daarmee omgaan. Mijn zorg is altijd, ja, de mensen die in een netwerk zitten, die redden zich wel. Want die zijn ook sterk genoeg om initiatieven te nemen en in te dienen. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen in de stad die niet in een netwerk zitten. En die komen vaak in dat verhaal niet voor. En dat is altijd mijn grote zorg. En ook die van mijn partij. En we vinden het belangrijk dat er nagedacht wordt over de rol die mensen krijgen en dat die ook een plek in het geheel tegemoet kunnen zien. Het lijken toch ambtenaren en raadsleden die elkaar vertellen wat dan samenwerken is, terwijl op de publieke tribune allemaal mensen zitten die daarmee bezig zijn. Dus ik heb ook ingebracht dat misschien de volgende raadsacademie door de mensen georganiseerd gaat worden die nu op de publieke tribune zat, om op die manier de inwoners te laten vertellen wat zij vinden, wat samenwerken is met de politiek. Er zijn ook afspraken gemaakt om samen weer verder te gaan in dit proces, om een raadsvoorstel te maken. Er komt nu een werkgroep van raad en burgers en ambtenaren om een raadsvoorstel te maken van hoe gaan we dat ook concreet maken, wat gaan we daar nou echt mee doen? Nou, het zou mijn lief ding zijn als die volgende stap een concrete stap is. Er zijn veel documenten gemaakt, veel bijeenkomsten geweest. Nou, volgens mij moeten we gewoon nu aan het werk gaan. Wanneer moet het voorstel gereed zijn? Nou, dat is net niet afgesproken, is dat op de tribune. Dus er is wel afgesproken dat zo'n groep snel aan de slag gaat. Dus ik neem aan dat we elkaar scherp houden. Vanaf deze week gaan we elke keer een politicus vragen uitleg te geven over een bepaald artikel of de betekenis van een woord. Bijvoorbeeld, wat doet die hamer nou eigenlijk in de raadzaal en wat betekent het woord presidium? Nou, laat ik allereerst even zeggen dat het presidium is niet politiek. Het bestaat wel uit leden uit de gemeenteraad, dus mensen die bij politieke partijen horen, maar ze zitten er niet voor hun politieke partij. We zitten er met elkaar om de agenda voor te stellen en te kijken als stukken te laat binnenkomen of we vinden dat ze wel of niet behandeld mogen worden. Dat soort zaken regelen we met elkaar. Dus het is niet politiek, maar we zijn heel praktisch bezig van wat vinden we dat mag en wat niet mag. En we letten op dingen als integriteit. Let iedereen op en eens per jaar worden daar bijeenkomsten over georganiseerd en dat doen we ook. Maar het gaat dus vooral over hoe de raad zelf zijn werk kan doen. Wat we vanaf nu ook elke week zullen gaan doen, is een politicus de kans geven om een statement te maken. Deze week het statement van Roel Mulder van Ouderen Politiek Actief. Waar ik buitengewoon boos over word, dat is een voorstel van sommige partijen in Amersfoort om, dat noemen ze dan, omgekeerd inzamelen. Dat is van afval. Dat is helemaal geen omgekeerd inzamelen. Dat is gewoon niet inzamelen. Het komt erop neer, als de gemeente er wat aan kan verdienen, als de spullen verkocht kunnen worden voor recycling, dan willen we het graag ophalen. Alle andere spullen, bekijk het maar. Ga het maar zelf naar een of andere ondergrondse containersjouwen of breng het maar naar de Isselt. En dan moet je er straks nog voor betalen ook als je daar wel in levert. Daar ben ik buitengewoon boos over en daar zijn we tegen. Wil jij hierop reageren? Dan kan dat, want volgende week gaan we Roel jouw vraag stellen. Stuur daarom een mailtje naar politiek@kijkeva.nl of ga naar facebook.com/033eva. Tot volgende week!